als de zorgpremies natuurlijk met 10% per jaar gaan stijgen, dan betekent dat toch dat een groot deel van de inkomensstijging, en voor veel mensen misschien wel de volledige inkomensstijging, op zal gaan aan hogere zorgpremies. Het Centraal Planbureau heeft dat wel uitgerekend, dat als er niets gebeurt, dat inderdaad iemand met een modaal inkomen straks 40% van het inkomen aan zorg uitgeeft, ja, dat is onhoudbaar.